Goedemiddag allemaal en welkom terug bij de tweede aflevering van Let's Play Minecraft. Ik wou bijna modded zeggen. In hardcore mode. En te touwen, wat ben je aan het doen? Oh, in ieder geval, we zijn er weer met z'n allen. Noem je naam maar. Alsof dan... We hebben nogal een probleem buiten. Wilco, niet doen. Ik zag 3 creepers of zo. Maar gelukkig, we hebben Erwin gewapend met een bloem. Ja, waar waren ik? Goed verdiend, een bloemetje. De wereld is gered, goed zo. Er waren hier 3 creepers. Oh, 3 creepers. 3 creepers. 2 skeleton archers. En 1 skeleton archers. Nou, het is lekker druk buiten. Hey, koekoek. Koekoek, Shani. Kijk uit, als je naar buiten kijkt, ik zie nou een Enderman. Ja, ik zie hem ook. Niet naar buiten kijken, dus. Ja, mag wel, maar niet in zijn ogen. Serieus, waar is die eigenlijk die eerste van de allereerste aflevering? Ik bedoel, serieus, we hadden gewoon een Enderman, dat was echt paniek. Die is dood, want... Dit was een dom idee. Ik moet naar mijn farm toe, hoor. Oh, dat is... Wat voor die Ender? Ik moet naar mijn farm toe. Oh. Ja, creep achter je aan. Echt wezen. Waar is die Enderman? Oh, daar. Zullen we hem samen pakken? Hij is al weg. Oké. Okay. Dus, Tauler, zullen we op een mining avontuurtje gaan? Ja, is goed. Oké, ik geloof dat ik ergens een goede mine had gevonden, maar volgens mij kunnen we hier ook al leuk... Pas op. Ik heb even wel wat toortjes nodig. Waar is Blob? Blob, kijk uit! Komt er op! Blob, pas op! Blob! Blob is een held. Op sokken. Die farm. Mooi, hè? Hoeveel kolen hebben we eigenlijk? Heb je toortjes nodig? Ja. Hier, kom naar mij. Alsjeblieft. Dank je. Touder! Veel plezier. Ja? Ik heb toortjes. Zullen we gaan? Ja, ik heb geen toortjes. Ja, maar... Dus ik volg jou. Oh, hier is een plezier, jongens. Ik ga mee. Doei! Hopelijk heel thuis. Wat is dit onze... wij graven gewoon zelf. Blijkbaar. Hij is voorzichtig. Oh, sorry, Shawnee. Ik ga eruit, Op eens op, creeper. Oké, iemand covert ons van achteren. Ja, wij coveren. Hey, cool. Wij, hek bouwen. Kom hier, goeie. Wacht, ik wil gewoon dit doen. Achteruit, jongens, ik pak hem wel. Ja. Hey, die heb, ik heb het gewoon even. Hey, shit! Oh, shit, man. Hey, die kool! Erwin, nee! Ik wou hem nog waarschuwen. Hij werd ingesloten. Waren twee creepers. Nee. Waar is hij dood gegaan? Hier. Waren er twee. Oh my gosh. Erwin! Voor de positieve kant, ik ben hier als eerste dood gegaan. Zo. Not the good timing. Dat is gemeen. Too soon. Ik ga verder met de stripmine. Kan iemand hier dan zo'n... Jacht, grapje. Jongen, jij... Nu even niet. Ik slaai hem met een bloemetje. Ik zag het gebeuren en ik kon niks doen. Oh nee. Mijn hele scherm bevroor toen ik die tweede creeper zag. En ineens boom was die dood. Ja. Iemand die moet de sign maken. Ja, ik regel het wel. Ik maak het kruis wel. Ik maak wel een sign. Ja, wij gaan wel even verder minen. Ah, damn it. Ja, ik vind het jammer, weet je, man. Ja. Dat was, bij de testversie was het ook gebeurd. Ja, weet ik. Waarom was het zo, is het zo dubbel jammer? Iedereen is er gewoon echt stil van, weet je. Ja, dit is echt... De tweede aflevering! Iemand zoiets heeft van nee, dat heeft hij verdiend. Kom op, man. Toortjes voor mij. Lop. Ja, ik heb er nog een paar voor je. Alsjeblieft, 2 of 3. 14? Thanks. Ik ga de Wall of Awesome Comments beginnen. Ja, dat is goed.
Jongens, wil iemand nog wat leuks over hem zeggen, of... Nou... Ja. Erwin, het was kort maar krachtig. Ja. Die creeper had een kort lontje. Ja, het is vreselijk. Ik zag het gebeuren en ik kon niks doen. Het is gruwelijk. Ik kon alleen maar toekijken. Ja. Oh, hoe maakte hij ook alweer fans met 1.8? Stokjes... aan de zijkanten en hout in het midden. Dat ja, maar dan krijg je een fans. Nee! Twee stokjes links, in het midden en linksonder. En een stokje rechts in het midden en rechts onderin. En hout in het midden en hout onderin. Ja, maar dan krijg je toch een poortje? Nee. Volgens mij zijn het alleen maar stokjes hoor, alle zes. Nou, dat doe jij. Nee, dat was in de 1.7.2. Ik heb het net nog getest. Nou, ik heb nou links en rechts heb ik dan zeg maar stokjes in het midden, maar dan krijg je een poortje. Ik zoek er even op. Oh, sorry. Ik bedoel, andersom. Hout aan de buitenkant, stokjes in het midden. Oh, is het veranderd? Dat is zo onlogisch. Ja, weet ik. Maar ja, op zich. Ja, klopt. Ja, ik zat zelf ook in de war. Daarom is het zo verwarrend. Erwin! Ik dacht, ben je bij ons? Hey jongens, time to move on, weet je? Ja. Maar hij kijkt het meest naar uit. Het leven gaat gewoon verder, weet je? Nou ja, gelukkig, iedereen kan nou zeggen van we hebben niet de eerste dood. Weet je? Jij win your week, man. Oh, Erwin. Hij vond het hartstikke leuk. Oh, nou heb ik 16 poortjes gemaakt. Goed zo! Toppie! Toppertje. Hebben we in ieder geval genoeg? Nou, maar die heb ik niet nodig. Maar die heb ik namelijk niet nodig voor de Wall of Awesome Commons. Dus die wil ik wel morgen zeg maar kunnen gebruiken. Je kan ze verbranden. Niet zoveel iron hier. Hey. Oké. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Maar, oké, we weten dus de dood met de creeper, die zat er sowieso al aan te komen. Wat voor andere doden 13, zijn we nog meer bang 14, voor? Lava, geloof 15. Ik? Enderman. Enderman, daar hebben we ook al een beetje doodangst voor uitgeslagen. PvP, ik sla jou te hard dood. Nadig. Ja, dat is een simpele oplossing voor, Tauler. Nou. Wat dacht je ervan van mensen gewoon niet te slaan? Maar dat gaat per ongeluk. Ingenious. Ja, je moet niet te veel van me vragen, hè? Ik zweer, ik ga iemand per ongeluk doodslaan. Ja. Ik ben altijd hysterisch als ik aan het vechten ben, dus dat sla ik soms alle kanten op. Ja. Oké, dan weet ik het, dus niet bij jou in de buurt staan. Stefan, dan maak ik trouwens een vent. Zien we dat dadelijk ook terug in Smash? Wie weet. Ach ja. Dingen gaan zo, als ze gaan. Even voor de kijkers jongens, even een moment. Wij doen dit wel speciaal, hè? We zouden eigenlijk allemaal Smash kunnen gaan spelen, maar nee. Dat is niet waar. Dat zijn we niet. We maken opoffering. Volgens mij wil ik Xanthos heel erg snel tot zijn kop ook eraf lichten. Ik weet niet. Hey Blob, Archer Skeleton. Doei. Xanthos die gaat Erwin achterna als hij zo doorgaat. Lava! Ah! Oké. Taule, nee. Nee, ik ben er niet in. Ik ben er niet in. Ik zit op niveau. Ik ben er niet in. Ik schrok gewoon van het feit dat ik lava zag. Lava! Weer nog meer lava. Wat is dit? Lava? Wil iemand even dit hier een beetje opvullen met dirt? Ja, yeah, you got it. Je bent geweldig. Weet ik. Maar goed. Oké, okay, ik neem mijn woorden terug. Oh, ik zie een skeleton. Ik zie een skeleton. Oh, het is Skelly! Skelly! Oh, ik vind het zo tricky, ik durf niet. Maar heeft iemand van de cameraman naar Erwin zien gaan? Ik niet. Nee. Jullie waren allemaal binnen. Ik heb wel een goede mine gevonden hier. Holy wat? Shit. Zijn jullie broken? Ik kom daar zo heel sneaky hier zo tussen het hoekje. Ah, jullie zijn hier al wat gewoon. Wat wilde je opgevuld hebben met dirt? Dat lege vak daar. Hoe mag ik trouwens fans? Zeg maar, in plaats van zeg maar dat je. Je weet hoe je een poortje maakt? Poortje, hè? Ja. Een poortje? Nee. Je weet niet hoe je een poortje maakt? Nee.
Nou, in ieder geval, je moet dus zeg maar blokken links en rechts zeg maar plaatsen en twee sticks in het midden. Pak anders Wikipedia erbij. Minecraftpedia. Okay. Als je er echt niet uitkomt. Ja. Ben je er dan ingekomen? Ik wil een vent maken. Oh, ik zie een creeper, Waar? Ah, die gaat ontploffen, denk ik. Of niet? Oh mijn god. Toch niet met jou erbij, hoop ik, hè? Nee, dat hoop ik ook niet. Maar het is best tricky hier in die mine, hier zo. Ik ben er wel verzekerd, hè? Nou, heel veel lava hier zo. Ja. Nee, ik heb een creeperverzekering. Dus echt heel veel lava en dan zitten er allemaal creepers en dan ben je... Ja, als... inderdaad. De verzekering is op het moment dat de creeper jou opblaast, dat jij ook zo'n mooi kruisje krijgt. Ja. Dat verzeker ik jou. Dan laten we hopen voor iets. Don't mind at night. Now you're looking at that cave and you're feeling kind of brave. Go to bed, it'd be alright. Don't mind at all. Nou, ik denk dat ik hier wel... ik heb nou genoeg ruimte zeg maar voor 20 comments. Dat is mooi. Ik heb nog wat meer fans nodig. Daarmee... Dus, heb je meer fans nodig? Fans. Ja, anders kan ik het even een beetje mooi maken, zoals. Wel bezig. Als jullie weten wat jullie met iron aan moeten, dus alles wat ik vind, dat gooi ik in de large chest aan de rechterkant. Nou, ik denk dat we van Erwin hebben geleerd zo snel mogelijk aan armen te beginnen. Ik bedoel maar. Erwin, je bent niet vergeten, makker. Ik weet dat je ons kan horen. Blot, kijk even uit. Komt er een vriendelijke vriend aan. Ik heb nog 9... Oh shit. Uh-oh. Shaunie, nee. Hij is dood. Nee, je gaat niet meer dood, hè? Ik ga naar boven naar huis. Wat ver! Ben je zo dood gegaan? Nigo, ik kan hem niet twee keer op dezelfde aflevering. Nee, dat kan zo niet gaan. Eens even kijken. Ik heb wat signs af maken. I'm coming home, tell the world I'm coming home. Volgens mij remix. Is langzaam aan het zakken. Oh, voordeel, we hebben één minder bed nodig. Dat is gemeen. Ja, ja, ik heb een bed nodig dan. Ik weet het. Ik hoop dat jij als eerst dood gaat. Worden. Ik kan niet meer. Ja, daarom mag je het zeggen. Weet je wat? Ruil hem in voor Erwin. Ja. Oh, het wordt nacht. Ja, dat zei ik net ook al. Nou, ik wacht dan nog wel heel eventjes met de signs op aan. Oh, het is nacht. Rennen, Blob. Nacht. Rennen. Er is een nacht. Doe waar je goed aan bent. Er is een nacht. Er is al één Archer Skeleton bij het graf van Erwin. Nee! Wat nee? Nee. Even kijken, ik ga proberen een vest te maken. Ik heb trouwens ook al wat goud gevonden. Wie heeft die... Oh mijn god, wie heeft het eruit gepakt? Maar ik stop het in de bovenste. Ik zag een Enderman en ik weet niet of ik in zijn ogen heb gekeken. Yes, ik heb een vest. Destiny ML, Destiny, mag ik ook? Ja. Bescherm mij. Oké. Oh, wacht. Zo, iedereen is er weer. Oh, ik weet niet hoe, maar echt. Ho. Good night, everybody. Zoeker. Nee, jongens, dan moeten er nog twee anderen dood. Oké, nou, laten we beginnen met jou. Ja. Even niet. Of met jou. Ik heb echt medelijden. Waarom neem ik dit op? Geen idee. Om te sterven. Dan kunnen we tenminste één dood op camera zien. Kijk wat ik heb gemaakt. Wat heb jij gemaakt? Mooi, hè? Oh shit, die achter je kijken. Okay, eerst even chest. Towler, ik dacht dat jij de kippen zou voeren. Steek van. Ja, man. Ik heb even wat voor jou. Oh, wat? Dank je. Knuf. Ah. We gaan eerst even voor Leroy. Ja. Oh, het doel was verkeerd. Heb ik er nog een nodig? Ik probeer even nog een chestplate voor iemand te maken. Yo, we hebben genoeg. Kijk in die andere chest. Even furnace. Hier zit hier ook allemaal nog.
Ja, die is een grote. Ja, ik heb nu. Ik vind het wel vervelend, ik vond zijn logo zo mooi van Eric. Shawnee, heb jij al een chestplate? Die was ook mooi. Nee, nog niet. Dat is die nog steeds, alleen hij wordt een beetje geblokkeerd, dat is toch mijn kruis. Kruis, ik weet niet precies nog hoe dat ik het edit. Lieren, oh, jij hebt ook al. Ja, hier, Lieren, pak, trek hem even aan. Dan kun je, ja. Trek al maar Lieren had al schoenen, dat is niet eerlijk. Je hebt het gestolen. Eerlijk gestolen. Waar is alle iron nou weer heen? Ik heb alles, wacht even. Oh, Shawnee heeft alles. Ja, rustig. Oké. Okay. Wie moet er nog allemaal een chestplate? Ik. Blobby, ik. En jezelf misschien? Marco. Oh, en ik geloof Destiny ook. Yeah, oké. Ik van mezelf, Marco. Sablop. Dankjewel. Santos. Dankjewel. Zo. Ik doe de rest van de iron even in de chest. Dat is zo goed met mijn haar. Irony. Wat heb je eigenlijk met je haar gedaan? Nou, ik vond het te veel op de Towler lijken. Ja. Dus ik dacht van... De zombies zijn op zijn farm. Dan dacht je, ik doe mijn haar verven. Sorry hoor, maar de Towler die ziet er veel te asmaar. Dus, ik had nog een pot verf. Je bent een beetje grijs geworden. Kwel. Ach ja. We hebben laatst al geconstateerd dat ik oud ben, dus... Kunnen we gewoon niet slapen? Fuck. Nee, niemand mag liever, jongens. Dat is against the rules. En er zijn monsters nierbij, dus we kunnen sowieso niet slapen. Irritant. Als je een creeper ziet, waren we kapot, hoor. Nou, wow. Volgens mij... Dus even voor de duidelijkheid, als we weer schapen zien, dit keer niet mollen. Kapsmis. Volgens mij kunnen de kippen weer. Nee, nee, niet dicht doen. Oké. Hallo. Hallo. Gelaten... Maak. Oh, jij had nog wat steen, mooi. Ik wou eigenlijk een glazen dak inzetten, maar... Ja, nee. Nee? Oké. Moeten we die glazen bij de muur inzetten? Om doorheen te kijken. Ja, wel daar dan, ja. Nog hier een paar, ja. Daar regel ik wel. Moet dit hier ook dicht, ja? Ja, ik denk dat niet... Goed, heb jij al een broek aan? Oh nee, het lijkt me zo. Dat moet je snurken. Kom, we gaan naar buiten. Hij snurkt weer. Ik weet niet wat jullie gaan doen, maar ik ga slapen. Alarm Johnson. Settle it and smash. Hij droomt weer, hoor. Volgens mij verliest hij. Smashball! Ga niet goed, kijk uit. Nee. Ik geloof dat de Towler wat experience op wil doen. Want hij heeft zo'n beetje het halve leger voor onze deur neergezet. Waarom? Ik ben gewoon een XP vorm aan het doen. Ik heb 6 XP op dit moment. Hey, niet in de deur gestaan. Oké. Ach, je hebt stilzitten. Auw! Hey. Pas op. Sorry. Wat is hier de bedoeling van? Ja, wat als er dadelijk in één keer een creeper voor de deur staat? Dan hebben we een probleem. Oh. Dan hebben we weer kruis 2.0 en Oei. En dan hebben we misschien wel genoeg bedden. Je denkt alleen maar aan slapen, hè? You know me so well. Wat een luiwammes. Ja. Daar moeten we samenwerken. Het heeft wel een voordeel als het gelijk weer dag is, maar... Oh, ja, het heeft ook een voordeel, maar we zijn nog met te veel man. En anders ga je daar overdag gewoon op schapenjacht, man. Zeurkous. Ik ga op schapenjacht. Dus ik ben zoveel aan het mijnen. Ik ga schapen vinden. Schapen vinden. Wat eet de kippen nu? Maar is het wel... Kippen eten zaad, Shawnee. Ja, maar ze wil het zaad niet eten. Nee, omdat ze al dingen hebben. Gedingest. Ik wil heel even wachten. Leroy, je moet het glas niet slopen. Ja, maar ik ben niet tevreden. Het duurt lang, jongens. Welke is burger ben Ik wil een potato vormen. Oh, van mij zie ik inderdaad een zombie met een gouden harnas. Wie wil ervoor gaan? Nee, ik ga eventjes de Towler en Destiny in elk kofferen. Waar? Oh, ze zijn er buiten gestoken, natuurlijk. Ja, ik ga ze helpen. Kijk uit, zombie achter. Ja, ik pak die wel. Blop! Kijk uit, creeper, blop! Oh, dat was een explosie. Pas op, 2 zombies bij de hek. Dat is de Wall of Awesome Comment. Oh ja. Awesome Comment, sorry.
Hey, inderdaad, een zombie met gouden armor. Dus ja, ik wil eigenlijk die signs wel gaan plaatsen, maar het nadeel is, ja, het is nacht, dus ik durf het nog niet. Creep achter je! Oh, ik zie hem, ik zie hem, ik zie hem, Blob! Nee, niet bij de wal, niet bij de wal! Niet bij de wal! Jaag hem weg bij de wal en dan mag je slaan zoveel als je wil. Lekker veilig achter het raam. Oh, risico! Oh, oh boy! Ik zag een ender. Oh, hopelijk is hij niet boos, hopelijk is hij niet boos. Kijk uit, zag, twee endermans. Drie endermans, ook eentje bij het graf van Erwin. Oh, nee, terug, 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 hè. Iemand, iemand kan wel een trappetje voor me maken. Oh, hey, oké, doe ik wel. Wat wil je hebben? Oh, waar is Wilco nu? Ik voel me goed. Ik ben hier, ik ben hier, ik ben binnen. Ik gooi wel wat... Dat is schuilkelder, zo. De bunkers. Oh nee, mijn god, er staan daar gewoon twee endermans, man. Ik ga echt geen vorm buiten maken, hoor. Nee, ik ga zo meteen het maken. Buiten. Oh, er staat een creeper bij de wall of awesome comments. Damn it. Nee, het wordt dag. Ik wil hem doodmaken. Ik wil wraak nemen. Oh, wacht even. Er zijn zoveel mensen die je hoort. Wie is er stoer? Ik. Ja, ik ga erop af. Ga maar even water halen. Johnny, die creeper moet je eerst wegjagen daar, hè? Heb maar de bucket. Hé, hey, hier kom je. Doe het niet! Doe het niet! Wel. Doe het niet! Het is voor Erwin. Hé, een enderman. Yes, ik heb het gedaan. Kijk uit voor die enderman, jongens. Jongens. Wat doen die precies aan, hoor? Je doodmaken, nou, en heel snel. Ze doen het zo. Oké, kan iemand mij kofferen? Jo, waar ben je? Ja. Zo, achter je, Stefan! Oh, jeez! Krippa! Jeez! Kennis uit! Wat goed! Ik ga ook binnen. Ik was bijna nummer 2! Oh, je arme heeft mij gered! Uh-oh. Hoe hard zat je nog over dan? Wat? Wow. Ik heb een hele raar... Hoi. Wat is het nou weer voor hekserij? Wat is dit voor hekserij? Moet je kijken. Huh? Dammit. Ik heb geen replacement moment. Kijk, geef ze terug. Er is iets heel raars aan de hand onder het huis. Wat? Misschien dat er geen daklicht is. Misschien dat er 1.8 iets is. Hier, Stefan. Hé, hey, wacht, ik ben nog aan bijkomen. Probeer eens, probeer eens even deze patatoes. Even jullie bij mij komen? Ja, kom maar. Wat moet dus, ik doen? Leroy. Deze patatoes onder de grond hier vormen. Oké. Waar koffer ik je voor? Auw! Voor mensen, ja, voor monsters. Alles. Raar, hè? Alles. Wacht. Ik denk dat er ook wel grond moet worden. Geloof dat er eindelijk, En gewoon, dat echt goed af is. Dan. Oké. Maar waarmee lok ik schapen ook alweer? Wortels of zo? Weed. Oh, ik heb weed. Ik weet niet wie dat ding heeft gefixt, maar netjes gedaan. Graag gedaan. Oh. Kan iemand mij kofferen? Dan ga ik weer opnieuw proberen die signs te doen. Ik zit er op full health, dus... Ja, ik kom weer allemaal. Hey, die weed heb ik... Oh, ik ga met Destiny Sin op zoek naar... Schepen. Wie heeft mijn potatoes gehield? Niemand. Ik heb één kip bij me voor het geval dat, maar... Hier is even kijken. Ik zie een kip. Ik ga in de boom staan. Ik zie nog een kip. Ik zie heel veel botten. Van de kippen. Maar die zijn we toch al aan het breeden. Gek op kippen, jongen. Kippenvlees. Kippenvlees, goed voor je, jongen. Omg. Omg, ik ben in de film. Ik zie verder op een meertje misschien dat ze daar zitten. Schut. Omg, ik ben denspet. Nou, oké, even kijken. Alsof voor die kip. Ja, goed zo. Wat? Nee, ga goed. Patat is het. Nou, ik had net lek toen ik een creeper wilde vermoorden, maar gelukkig. Wat hoor ik nou opeens weer voor verschil? Ja, ik denk dat we beter kunnen rennen. Yep. Het verschil van Erwin's ziel. Ja. Die zweeft hier nog om ons heen. Ja, Wacht, wat zijn dat? Zelda Play heeft waarschijnlijk zo'n toch een mod geïnstalleerd, wat hij de monsters niet hey, koeien! Oh, ik heb diamonds gevonden! Vier koeien, yes! Nice. Echt waar? Ja, ik heb diamonds! Een, ding? Nee, die heb ik niet! Ik baal! Follow me, kom eraan, ik heb... Nou, mindje en dan verzamelen we naar huis, want we moeten naar het einde van de aflevering. Oké, Destiny Sin, hoe kan die koeien? Oké, dan bewaren we dat voor de volgende. Ik heb het gevoel dat die koeien het Waar ben je, Towler? In de mine, maar ik kom weer naar boven, want het is het einde van de aflevering.
Nee, okay. Taler! Nee, we doen het. Dat is leuk voor de volgende aflevering, dat Stefan mag die... Nee! Nee, Sally, die is voor Stefan mag die minen. Zombie! Terug. Ik weet niet of dat zo'n slimme manier is voor lokken, Destiny, als je ze klappen geeft. Stefan? Ja, jij kan ze ook... Ik weet niet, sta je er nog voor, want ik kan hem ook gewoon op jouw camera zetten, hè? Ja, maar we gingen het op de aflevering afsluiten. Ja, daarom dus. Kom hier naartoe. Een voedselgever werkt ook, kennelijk. Dus verzamelen bij het huis. Shawnee! Terug! Ja, we zijn bezig met een lastige koe. Nu wil niet. Sorry. Heb je er misschien een extra gedaan dat ik het ook kan proberen? Ja, ik heb er nog maar één over. Ja, dan moet je door blijven zetten. We gaan in de volgende aflevering. Jongens, dat doen we dan wel in de volgende aflevering. Verzamelen! Ja, we gaan. Hier komen! In de volgende aflevering gaan we lekker even die diamond minen. De allereerste diamond in de hardcore survival. Survival gaan we dan minen, oké? Oké, 1, 2, 3, 4. Ik mis nog Xanthos en ik mis nog... Die komt eraan, Marco. Marco! Huis. Marco! Get over here! Waar is Erwin? Het is echt! Erwin is dood, dat weet je toch? Ja, ik weet het, maar ik mis hem. Jij wel. Oké, nou in ieder geval, beste mensen, ik dank jullie weer voor het kijken. En heb je een leukste momentje? Laat het natuurlijk weten in de reacties. Misschien kom jij wel in die awesome wall of comments die we dus zo gemaakt hebben. Zoals we dus nu naar buiten kijken. Ik weet niet of je hem al gezien hebt. Maar hij is klaar. De eerste 10 afleveringen kunnen we al bordjes gaan plaatsen. Ik dank iedereen voor het meedoen. En laat een like achter als je daar de tijd voor hebt. En tot volgende week zaterdag weer. En dan zeggen we weer met z'n allen... Doei!